president, nog even om terug te komen op Atjoni. Wat wordt er concreet gedaan daar? We hebben gisteren uitgebreid gesproken, er moet een militaire basis en een versterkte politiebasis daar. Die opdracht is gegeven. Ik heb vandaag de minister gevraagd, zijn jullie al daar gegaan? Ze zijn nog bezig. Toch? Ik heb hen ook uitgelegd, toen ik minister van Justitie en Politie was, hebben we ook een ernstig incident gehad, de Papatam. De volgende dag waren ministers Fernand van Defensie en mij persoonlijk daar. Toch? Je moet niet alleen leiding geven, soms moet je leiding nemen. Dus ik wacht op deze ministers. Als ze geen leiding kunnen geven, dan ga ik die leiding nemen. En zelf van het kabinet die maatregelen treffen. Er moet onmiddellijk een defensiebasis daar zijn. Ze hebben faciliteiten daar. Ze kunnen gebruik maken van overheidsfaciliteiten of andere faciliteiten die zijn beschikbaar. Er moet orde en rust komen. Veiligheidsgevoel moet terugkomen. Atjoni is niet alleen een dorpje. Atjoni is een soort handelscentrum geworden van tal van economische activiteiten, een handelscentrum van waar toeristen naar boven Suriname gaan, naar het binnenland gaan, voor toeristische doeleinden. Er zijn heel wat investeringen gepleegd in toerisme. Die staan allemaal onder druk. En tegelijkertijd zijn er criminelen die rondlopen. Die moeten opgepakt worden. Die moeten opgepakt, die instructies geven. Ik hoop dat al deze mensen snel ingerekend gaan worden. En nogmaals, we gaan niet tolereren dat criminelen het land zo onveilig maken. En het ministerie en Defensie moeten keihard optreden.